Met onze subschool suppen we regelmatig hier door het natuurgebied en dan zien we heel veel zwerfafval liggen. Je kunt natuurlijk gewoon langs suppen, maar het is eigenlijk veel leuker om het met z'n allen op te halen. Joehoe! Vandaag hebben we ter ere van Wereldwaterdag daar een speciale actie voor gemaakt, Clean-up Tour. En we zijn met een hele gezellige groep hier door het natuurgebied aan het peddelen en pikken overal afval op. De kinderen vinden het een soort paaseieren zoeken. Wat ik heb gevonden is een paaseitje, een drank, zeg maar een pakje en nog wat snoepverpakkingen. Wat zit er allemaal in? Veel is. Heb je een kat, een golfballetje, een beker en plastic zakjes. Het werd een hele competitie om zoveel mogelijk plastic te verzamelen. En je ziet het hierachter ligt het. We hebben een goed resultaat volgens mij geboekt.